Het Nederlands kampioenschap wielrennen in Emmen kent vandaag de apotheose met de profs. Maar gisteren stonden de dames aan het vertrek voor 144 kilometer. En 139 dames kwamen aan de start. Niet daarbij Marianne Vos. Zij herstelt nog van een blessure, maar wel de titelverdedigster. En dat is Iris Slappendel. Weinig ontsnappingen in de beginfase, maar in de derde ronde gaan er 8 vrouwen vandoor. Dat zijn Vera Koedoder, Rosanne Slik, Jana Korevaar, Anouska Koster, Kiara Steins, Nina Kessler, Winanda Spoor en Janieke Kalsbeek. En het peloton doet het rustig aan. Breed over de rondweg in Emmen. Nog altijd de 8. Blijven goed samenwerken en de voorsprong loopt zelfs op na zo'n 2 minuten en 50 seconden. Janneke Ensing in het peloton, Marijn de Vries in het peloton en ook Marije Joling. Zij probeerde het nog wel trouwens in de beginfase, maar kwam toen niet weg. Maar met nog 3 ronden voor de boeg maakt het peloton onder leiding van het Rabo Lift Team vaart en wordt de kopgroep achterhaald en krijgen we een nieuwe situatie met 10 rensters die het gaan proberen. Met onder meer Iris Slappendel, de winnaar van vorig jaar, met Vera Koedoder en met Lucinda Brandt. En die laatste wint. Het Rabo Lift Team heeft het goed gedaan. De koers gecontroleerd en het afmaken. De tweede plek gaat naar Amy Pieters. Brons is voor Annemiek van Vleuten. En beste Drentse Marijn de Vries, ze wordt 47ste. Op zich goed. Ik heb de hele koers goed voorin gereden. En ook heel veel meegesprongen. Maar goed, in zo'n chaotische koers dan is het gewoon geluk hebben als je erbij zit. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon. En ik zat er uiteindelijk niet bij. Maar ja, dat hoort er ook bij. Dan de belofte. Zij starten gisteren om 5 uur voor 177 kilometer. En 153 renners staan er aan de start. Vanaf het begin een hoog tempo. Hier probeert Mathieu van der Poel het nog wel, maar het megatalent krijgt geen ruimte. 4 Drenthe aan de start. Stan Wijkel, Patrick van der Duin en de gebroeders Goeree, Niels en Rick. Dan de ravitaillering. Kort daarna een belangrijk moment. 16 renners gaan er vandoor. Onder aanvoering van het Rabobank opleidingsteam met 5 renners, maar ook met Stan Wijkel en Patrick van der Duin. De sprint van de 16 voor de zegen. Die wordt gewonnen door Stan Godrie uit Zundert. Stan Wijkel wordt 4e, net buiten het podium. Ja, echt heel dichtbij. Ik kwam als 3e door die laatste bocht. En die 2e die ging vol aan. Ik dacht van, als ik nog 1 echt hele goede poeier in mijn been had, ja, dan had ik het gewoon kampioen kunnen worden. Maar er kwam gewoon 1 man die dan achter mij zat, die kwam er zo hard overheen. Ja, dan denk je bij jezelf gewoon van ja, die was gewoon sterker. En dan moet je gewoon genoegen nemen met de 4e plek.